Mark-Marie Huibrechts heeft in april een pittige showbiz-ruzie met Özkan Akyol ontketend door in zijn podcast te roepen dat de schrijver helemaal geen aardige man is. Özkan zou op een feestje heel naar hebben gedaan tegen Mark-Marie's goede vriendin Isa Hoes en zij heeft dat onlangs nog bevestigd. Die onthulling van Mark-Marie kwam hem duur te staan, want Özkan ging bij Vandaag een site vol in de aanval. De cabaretier werd in het programma neergezet als een talentloze onbenul. Niet veel later sloeg Mark-Marie terug door Özkan te pesten met zijn dode ogen. Al met al niet erg gezellig allemaal. Gelukkig ligt Özkan er niet wakker van, zegt hij in gesprek met de Linda. Dat ik daar niet wakker van lig, is eerder berusting. Dat soort conflicten is voor mij niets nieuws, ik heb altijd wel ruzie met mensen. Mijn leven is één groot conflict. Het hoort er nou eenmaal bij, legt Özkan uit. Ik probeer een spannend en meeslepend leven te leiden, en als je in een televisieprogramma gaat zitten of een stuk schrijft, moet je dat niet doen om iedereen te vriend te houden. Hij vervolgt, 90% van de mensen slikt hun mening in uit angst voor ruzie of om niet onsympathiek gevonden te worden. Dat heb ik niet. Dat is inherent aan mijn werk, anders ben je inwisselbaar. Als ik niet de grenzen opzoek, kunnen ze beter iemand anders vragen. Özkan heeft geen zin om iedereen te vriend te houden. Iedereen kan brave stukjes schrijven. En dat geldt voor elke performance. Je moet je best doen, opvallen. Daar hoef je overigens niet per se mensen voor af te kraken, besluit Özkan. Het kan ook door mensen te bejubelen. Ik heb ook schrijvers als Levi Weemoed en Lex Kroon op een voetstuk geplaatst, waardoor de boekverkoop enorm toenam. Thank you.